super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer mijn favoriete producten van juni verzameld. En ik ga je laten zien welke producten ik fijn vond. Ik moet wel zeggen, in juni zijn er ook best wel wat producten in de bak beland van die ik niet fijn vond. Maar er zijn zeker nog een aantal producten over. Dus die ga ik je gewoon laten zien. Dus mocht je benieuwd zijn welke producten ik heb getest die ik heel erg fijn vond, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Oké, ik begin even met een mascara en die is al heel veelbelovend naar voren gekomen in reclames en uit testen. En dat is de Sky High mascara van Maybelline. Ik heb hier even het doosje, de mascara heb ik hier vast. Dit is de Lash Sensational Sky High mascara, dus zoals ik net al vertelde. Deze mascara is nog niet heel erg lang op de markt, maar deze kwam best wel veelbelovend al uit testen en ik zag hem al dikwijls op de reclame komen. En ik was wel benieuwd. Ik zeg er wel gelijk bij, ik heb deze mascara gekocht toen hij in de aanbieding was voor 9 euro. Normaal kost deze mascara 18 euro geloof ik, 17, 18 euro. Vind ik gewoon te veel om voor een mascara uit te geven, maar voor 9 euro wil ik het dan wel proberen. Ik was heel erg enthousiast over de huls, want hij is roze-paarsachtig. En hij heeft eigenlijk 3D effecten, want dat Sky High staat er echt opgedrukt als een soort 3D effect. Dat vind ik wel heel erg tof. Het is een Very Black mascara. En deze mascara die belooft dus volume en lengte. En het borsteltje is gemaakt van bamboe extract en heeft een fiberformule. Nou, ik ben heel erg tevreden over de mascara. Ik moet er gelijk bij zeggen. Je ziet hier op het plaatje de wimpers hoe ze eruit zien als de mascara is gebruikt. Dat heb ik nog niet weten te ervaren. Je weet ook niet hoeveel laagjes er worden aangebracht van een mascara op zo'n plaatje. En op, ook in de reclame zag ik echt wimpers waarvan ik dacht, wow, nou dat heb ik ook nog niet behaald. Maar het resultaat wat ik wel heb behaald vond ik wel heel erg mooi. Ik zal ook even het borsteltje laten zien. Hij is ook heel flexibel, het borsteltje. Dus hij is heel beweegbaar. Hij heeft vrij korte haartjes, dus je kunt hem heel makkelijk bewegen. En dat maakt het wel handig om ook echt heel dicht bij de kleinste wimperhaartjes, de kortste wimperhaartjes te komen. Hij ruikt gewoon naar mascara. Ik was wel een klein beetje teleurgesteld, want op het plaatje staat een roze borsteltje. En ik had heel erg gehoopt dat dit borsteltje dus ook daadwerkelijk roze zou zijn. Dat was hij niet, maar de mascara zelf vond ik gewoon heel erg fijn. Want het resultaat wat hij gaf vond ik heel mooi. Hij separeerde mijn wimpers heel mooi. Ik was wel heel erg onder de indruk van het resultaat wat ik tot nu toe heb bereikt. Ik ga hem natuurlijk nog veel vaker gebruiken en het ligt er ook aan. Misschien als ik meer laagjes zou toevoegen dat ik een nog mooier effect ga creëren, maar het effect wat ik er nu mee heb behaald vond ik wel heel erg mooi. Dus dat is deze mascara van Maybelline. Dan heb ik een make-up remover clothes. Eigenlijk een make-up remover doek. Dat is deze, die heb ik bij de Action vandaan. Dit is dus zo'n doek die je kunt gebruiken met alleen water. Je kunt er ook wat micellair water op doen, maar in feite werkt hij al met alleen water. Deze kun je dus wassen. Ik ga je heel gelijk eerlijk zeggen, ik heb hem helaas nog niet gewassen, want je ziet echt dat hij vuil is, maar ik heb deze was nog niet gehad, dus ik heb hem voor deze video niet kunnen wassen. Hij is inderdaad lekker groot en je kunt dus gewoon zo lekker over je gezicht gaan. Het handige is, hij heeft ook zeg maar van die zakjes waar je dus gewoon lekker je vingers in kunt steken, dus even kijken of dat lukt hoor. Kijk, ik kan hier achteraan mijn vingers erin steken en dan kun je gewoon zo lekker boenen. Ik heb hem alleen met water gebruikt en ik moet zeggen dat hij echt heel goed werkte. Mijn make-up ging er echt heel erg goed af met alleen maar water. En daar was ik best wel van onder de indruk. Want vaak als dit soort dingen worden beloofd is dat niet echt heel erg de waarheid. Maar dit lukte echt heel erg goed. Je kunt hem wassen op 60 graden. En ik heb van deze lijn ook wel eerder de herbruikbare wattenschijfjes geprobeerd en die vond ik heel erg fijn. Ik kan dus nog niet vertellen hoe die eruit komt na de was. Mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik het altijd nog even in een van mijn vlogs kunnen laten zien. Maar voor nu vind ik de doek wel echt heel erg fijn en zeker een aanradertje. Want aangezien tegenwoordig heel veel
mensen zijn tegen het verspillen van wattenschijfjes, is zo'n doek gewoon ideaal. En ze kosten heel weinig bij de Action en ze zijn gewoon heel fijn en lekker zacht. Dan heb ik een shimerspray glow-up van MUA. Deze komt uit de Glow X collectie. Ik zal hem even schudden zodat je ook eventjes de glittertjes een beetje kunt zien. Kijk, dan krijgt hij een beetje een bruinachtige kleur. Dit is een shimerspray die je eigenlijk over je hele lichaam kunt aanbrengen. Er zit ook een lichte tropische geur in van kokosnoot. Je kunt hem over je face en je lichaam gebruiken voor de Ultimate Golden Glow. Ik heb hem dus vooral in de hals gebruikt. Dat vind ik dan wel leuk. En ik moet zeggen, daar vond ik het wel heel erg mooi. Je zag gewoon hele mooie lichte glittertjes. Dat vind ik dan wel leuk. Als het warm is en je hebt bijvoorbeeld een hemdje aan of een leuk t-shirtje. En dat je dan hier wat glittertjes spreekt. Op mijn gezicht zou ik het niet zo snel doen. Maar ik vond hem eigenlijk wel heel erg mooi. Ik was wel heel erg enthousiast. De glitters bleven ook best wel goed zitten. In eerste instantie toen ik hem had gebruikt dacht ik, hey, volgens mij zie ik helemaal geen glitter meer. Maar het was dus een beetje bedrog, want de glitters zijn niet heel erg aanwezig. Het is vrij minimaal, maar het is wel heel mooi. Heeft een hele normale spraydop ook. Moet natuurlijk gelijk weer even die kokosnootgeur ruiken. En dat maakt hem ook lekker tropisch. Dus ik was eigenlijk wel heel erg verrast door de spray. Je moet hem dus wel even heel goed schudden voor gebruik. Want anders krijg je dus niet dit effect. Want dan zakt alles een beetje naar beneden. Maar ja, heel erg leuk spraytje voor de zomer. Dan heb ik van Essence de Hello Good Stuff Tinted Beauty Cream. En die heb je al in een eerdere video van mij voorbij zien komen. Maar toen had ik een te donkere kleur. En dit keer heb ik de kleur Team Light gebruikt. Dit is een moisturizing. En hier zit cactusblossom extract in. Dit is dus zo'n product die voor 90% uit natuurlijke ingrediënten bestaat. Hier zitten dus geen microplastic deeltjes in. Geen parabenen. En ook geen minerale oliën. En het is echt een hele fijne cream. Het is niet een cream die heel erg dekkend is. Maar ik vind hem dus met warm weer echt ideaal. En deze kleur die past dus wel heel goed bij mijn gezicht. Dit was de opening. Ik zal hem eventjes op mijn hand een beetje aanbrengen. Zodat je ook kunt zien. Kijk, dit is dan de kleur. Ik zal hem een beetje uitsmeren. Kijk, op mijn hand ziet hij er nog wel een beetje te donker uit. Maar ik ben ook echt wel super wit. Maar je kunt hem heel goed uitsmeren. En dan past hij eigenlijk heel erg mooi bij mijn gezicht. Deze kleur was echt 10 keer beter als de 20. De donkere variant. En ik moet zeggen, ik vond het toen al een hele fijn product. Alleen hij was gewoon te donker. Dus vandaar dat hij toen eigenlijk bij de niet fijne producten is beland. Vanwege de kleur. Maar deze kleur is eigenlijk heel goed. En ik vind hem dus echt heel erg fijn. Dus echt heerlijk met warme dagen. Als je toch het gevoel wil hebben om iets op je gezicht te doen. Hij is niet zo dik als een foundation. Dus je hebt niet het gevoel dat je helemaal dichtgesmeerd zit. Je kunt het eigenlijk meer vergelijken met een getinte dagcreme. Maar dan is de structuur iets dikker. Dus deze vond ik echt wel heel erg fijn. Dan heb ik ook een matte poeder. En die komt uit de Co Matte lijn. Deze heeft de naam 155 Translucent gekregen. En dat is deze poeder. En deze komt gewoon bij de Action vandaan. Ik heb eventjes de verpakking erbij. Mocht je dan benieuwd zijn om deze poeder te willen aanschaffen, weet je misschien een beetje waar je naar moet kijken. Het is een hele lichte poeder. Die dus transparant is. En geeft een smooth en mat effect. En hij helpt dus om glimmende gedeeltes van je gezicht weg te werken. Nou, dat lijkt me logisch, want het is een matte poeder. Hij werkt voor elk skin type, dus dat is echt heel erg fijn. Dus je kunt hem eigenlijk op elke huid gebruiken. Of je nou een beetje een kleurtje hebt of gewoon heel erg wit bent. Het maakt niet uit. Hij past zich gewoon aan je gezicht. Omdat hij dus eigenlijk niet meer zichtbaar is. Dus dat is heel erg fijn. Nou, dit is dus het doosje. Ik vind het wel heel schattig dat er ook echt overal mat op staat. Ik heb niet direct het idee dat dit bij een Action vandaan komt als ik hem zo zie. Hij heeft ook best wel een lekkere grote pen. Dus ja, ik vond het echt wel een hele fijne poeder. Want ik hou zelf heel erg van matte poeders.
Het is gelukkig ook echt iets wat aan het opkomen is tegenwoordig. Bijna elk merk heeft wel een matte poeder. Dus ik was ook heel erg verrast dat ik dit bij de Action tegenkwam. Ik kan hem even swatchen, maar het heeft natuurlijk niet heel veel zin. Want je ziet hem gewoon niet. Kijk, ik heb hem nu op mijn vinger zitten. Maar als ik hem hier dus aanbreng, je ziet hem dus niet. Dus dat maakt het dan ook wel heel fijn. Ik vind zelf dit soort poeders gewoon heel fijn. Ook transparant. Ik ben in ieder geval heel erg blij met deze poeder. Dus die kan ik ook zeker aanraden. En hij is ook lekker low budget. Dat is ook altijd mooi meegenomen, vind ik zelf. Dan heb ik van het Kruidvatmerk heb ik twee eyeliners. Namelijk een matte en een glossy. Dit zijn de Infallible Flix eyeliners. Die zien er zo uit. Je ziet heel duidelijk dat dit de matte is en dit de glimmende. Dat komt omdat deze dan ook een wat glimmendere verpakking heeft. Dit zijn eyeliners die beloven 12 uur te blijven zitten. Nou, ik ga je heel eerlijk zeggen, ik heb nooit 12 uur eyeliner op, dus dat weet ik niet. De matte variant heeft de naam 010 Soft Black gekregen. En de glossy variant heeft de naam 020 Crystal Black gekregen. Het zijn gewoon hele fijne eyeliners die een dunne en flexibele calligrafiepunt hebben. En waarmee je dus hele precieze lijntjes kan trekken. Je creëert er eigenlijk heel makkelijk een mooie glamour look mee. En het is dan eigenlijk aan jou wat je mooi vindt. Mat of glossy. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat als je er oogschaduw bij gebruikt, je van de glossy variant niet heel veel meer ziet. Ik ga even kijken of je het nou beter ziet met swatchje. Dit is overigens het puntje wat hij heeft. Dus zoals je ziet is hij inderdaad wel heel fijn. Ik heb nu hier even de glossy aangebracht. Maar dit zie je eigenlijk niet heel erg goed op camera. Ik zal even de mat ernaast aanbrengen. Dan even kijken of je heel goed het verschil ziet. Mat, glossy. Ik heb het idee dat hij niet heel erg lekker overkomt op de camera. Want ik heb het idee dat ze allebei vrij mat opdrogen. Dus het verschil is niet heel erg groot tussen de glossy en de matte variant. Dat is misschien wel een beetje jammer. Maar omdat ze allebei wel heel fijn zijn, heb ik ze toch beide bij de favoriete producten gedaan. Omdat ik het wel hele fijne eyeliners vind om aan te brengen. Dus dat zijn deze van het Kruidvatmerk in twee varianten dus. Dus ja, daar ben ik ook heel blij mee. Dan heb ik van Catrice een heel schattig product. En dit is de HD Lipid Coverage Foundation. Deze heb ik al in de grote variant. Maar ze hebben dus een kleintje uitgebracht als limited editie. Die dus heel makkelijk is om mee te nemen op vakantie bijvoorbeeld. Hier zit 10 ml in. Ik geloof dat in de grote variant 30 ml zit, als ik het goed heb. Ik kan wel even de grote variant erbij pakken. Dan kun je even het verschil heel goed zien. Nou, hier is zijn broer. Die heeft inderdaad 30 ml. En deze heeft dus 10. Maar kijk hoe cute. Het is zo schattig. Ik heb hem in de kleur 010 Light Beige. Het is precies dezelfde foundation als in dit grote potje zit. Alleen dit potje is mat en deze is glimmend. Maar dat maakt niet uit. En ik vond die grote altijd al heel fijn. En deze is gewoon heel schattig en het is precies dezelfde kwaliteit. Hij heeft ook gewoon een heel klein pipetje. Kijk nou, ik zal hem even een beetje aanbrengen. Deze gaat er natuurlijk wel veel sneller doorheen. Dus ik denk inderdaad dat het heel geschikt is voor mensen. Ja, dit is hem dan. Prima, ik heb het toegevoegd aan. Siri begon zich er even mee te bemoeien. Het is gewoon een hele fijne foundation. Ik denk vooral dat hij ook wel heel handig is als je bijvoorbeeld een keer ergens gaat logeren of eventueel op vakantie gaat. Dat je gewoon niet zo'n full size product mee hoeft te nemen. Ik moet wel zeggen dat je dus hier denk ik niet zo heel erg lang mee zult doen. Want het pipetje neemt wel veel minder product op waardoor je hem vaker moet erin dippen. Maar ik denk wel echt, ja, voor vakantie kan het ideaal zijn. Ik ga hem zelf niet meenemen, maar ik vond hem wel heel erg schattig gewoon. Dus daarom kon ik hem ook niet laten staan. Hij is overigens ook water- en sweetproof. Dus ja, dat is wel heel ideaal. Maar ik vind hem gewoon super schattig. Dus die mag gezellig met zijn grote broertje in mijn stash vertoeven.
Dan heb ik een aantal producten van een trendeditie van Essence. En dat is namelijk de Glowing Goals collectie. Ik heb hier allereerst een Baked Luminous Bronzer. Dat is deze. Dit is de kleur 02 Good As Gold. Er zit vitamine E in deze bronzer. Het is dus een baked bronzer. Dat kun je zo meteen heel goed zien als ik hem openmaak. Voor een sun-kissed complexion with a golden touch. Voor medium to dark skin tones. Nou, ik val niet onder de medium en ook niet onder de dark skin. Maar ik vind deze kleur wel het mooiste. Want ik hou ervan als je het wel een beetje goed ziet. Zo ziet hij er dan uit. Doordat hij dus gebakken is, heeft hij dus een bolle bovenkant. Dat kun je dan heel goed zien. Ik vond deze kleur gewoon heel erg mooi. Kijk, hij is net wat donkerder. Maar als je hem heel goed inblendt, dan valt het eigenlijk reuze mee. Dus neem het niet te letterlijk dat er staat voor medium en dark skin tones. Want hij kan dus ook prima als je gewoon een wat lichtere huid hebt, zoals ik. En dat is een persoonlijke voorkeur, want ik vind donker dan toch iets mooier. Ik heb ook een Baked Highlighter. Hier zit dan weer vitamine C in. Die komt ook uit die collectie. Heeft de naam 01 Golden Days Ahead. Dit is een super smooth en hooggepigmenteerde vitamine C Baked Highlighter. Voor een golden and bright complexion. Nou, ik vond hem inderdaad echt heel erg mooi. Kijk, ik vind ook die gouden details heel leuk hier aan de rand. Heel erg leuk. Ik vond het echt een hele mooie highlighter. Kijk eens hoeveel pigment. En je kunt hem natuurlijk gewoon zo mooi inblenden. Maar je zag echt gewoon heel erg mooi highlight effect op mijn gezicht. En dat vind ik gewoon zelf altijd heel erg mooi. Dan hebben we ook nog een vitamine C glow serum. Ik ga deze niet swatchen, want dat ga je verder niet zien. Deze heeft de naam 01 Glow Like Gold, Shine Like the Sun. En het is echt een heel fijn serum. Ik moet zeggen, ik zag niet echt heel veel terug van de glow. Nou vind ik dat zelf niet heel erg, omdat ik er toch altijd foundation overheen aanbreng. Maar het was wel gewoon een heel erg fijn product. Dat werkt gewoon met zo'n pipetje, zeg maar. Het heeft ook zo'n lekkere geur. Echt heel erg zomers. En dat geeft gewoon een boost aan je gezicht. Ik vond het echt heel erg fijn. Ik heb hem gewoon lekker aangebracht. Heb ik hem even in laten trekken. En daarna ben ik mijn make-up eroverheen aan gaan brengen. Ging heel smooth. En ja, ik had wel echt het gevoel dat mijn gezicht even lekker een boost kreeg met dit serum. Dus die vond ik ook heel erg fijn. Ook uit die collectie heb ik een mascara. Dit is de I Love Extreme Limited Crazy Volume Mascara. En deze is dan wat specialer. Deze hebben ze natuurlijk in het vaste assortiment, maar deze heeft dan een gouden verpakking. Mascara voor een extreme en crazy volume Ultra Black. Hij gaf inderdaad een heel mooi volume en dat vond ik echt heel fijn. Borsteltje hou ik weer niet zo van, want het is een plastic borsteltje met korte haartjes. Maar het effect wat de mascara gaf, die vond ik echt wel heel erg mooi. Ik had echt hele mooie wimpers. Ik dacht echt, wauw. Heel gesepareerd. Echt, ik was heel erg onder de indruk van het effect van de mascara. Dus dat vond ik echt wel heel erg tof. En dan heb ik uit die collectie nog twee lipproducten. En dit zijn Caring Shimmer Lip Oils. En dat zijn deze. Ik heb ze in de 01 Hair Heart of Gold en 02 Golden Magic. Het is dus een verzorgende lipolie, maar er zit dus een shimmer in. En er zit vitamine E en jojoba oil in en hier krijg je dus zachtere lippen van. Nou, dat merkte ik ook echt. En ik vond deze lipolies wel heel erg leuk, vooral door de shimmer. Omdat je de kleur niet echt ziet, maar juist door dat shimmertje maakt het hem extra speciaal. Hij heeft een vrij dikke applicator, zoals je kan zien. Maar dat werkt wel heel fijn, want je kunt hem heel fijn aanbrengen. Oh, die geur ook. Dit is de 01 Heart of Gold. Nou, je moet wel heel goed kijken, maar op je lippen is de shimmer echt heel erg mooi. Daarnaast zal ik even de 2 Golden Magic doen. Kijk, en dat is deze. Dus die vind ik ook wel heel erg mooi. Vooral voor de shimmers. En dat maakte me gewoon heel erg blij. Dus daar was ik heel enthousiast over.
we zijn er bijna doorheen. Ik heb nu nog een aantal lipproducten van Catrice. En dat zijn de Matte Pro Ink Non-Transfer Liquid Lipsticks. En hier ben ik echt helemaal lyrisch over. Dit zijn zulke fantastische lipsticks. Dit zijn dus lipsticks die hoog gepigmenteerd zijn met een matte finish en ook nog heel licht aanvoelen op de lippen. Ze beloven dus tot 12 uur te blijven zitten. Nou, dat weet ik niet, want dat doe ik nooit. Maar ik vind ze echt heel fijn, want ze blijven echt heel erg mooi zitten. Je moet ook echt moeite doen om ze van je lippen af te krijgen. Dus dat is gewoon heel erg mooi. Ik heb hier de kleur 090. Dit is mijn statement. Ik ga ze gewoon even allemaal swatchen. Dit is dan de applicator. Dus die is wel heel erg mooi. Dan is dit de kleur. Het duurt wel even voor die mat opdraagt hoor. Het is waarschijnlijk als ik ze zo laat zien dan zijn ze wel mat. Het is niet dat hij direct mat op de lippen komt. Maar dat is natuurlijk ook wel goed. Want zo kun je hem goed uitsmeren. Dan heb ik de kleur 070 I'm Unique. Heel mooi kleurtje ook. Die doen we er gewoon lekker naast. Waarschijnlijk heb ik hier zometeen spijt van, want dan krijg ik ze net weer niet meer van mijn hand af. Maar oké. Kijk, dat is een beetje een roze kleurtje. Het is ook lekker scheef, zie je dat? Ja, ik ben er nooit zo goed in hoor, zwartje. Dit is 030, dit is Attitude, is dit kleurtje. Ik ben zo blij met deze producten. Ik heb inmiddels nog een paar kleuren erbij gehaald. Die ga ik ook nog zeker reviewen. Maar die konden niet meer bij deze review erbij. Die heb ik iets later gehaald. Maar die komen nog wel. Dat is deze. 060 I Choose Passion. Beetje een paars kleurtje. Ja, paars-roosachtig. Hij zit er een beetje tussenin. Dan hebben we 100 Courage Gold. Heel donkerrood kleurtje. Nou, het duurt wel even voor ze mat op de hand opdrogen, zie ik. Maar misschien heb ik ook wel een te dikke laag. Ik weet niet of ik ze hier mat ga kunnen laten zien. Dat is deze. En dan hebben we nog 080 Dream Big. Hele mooie kleur. Ja, ik ben gewoon echt heel erg fan van deze lipsticks. Ik vind het zo leuk dat de low budget merken ook met dit soort lipsticks komen. Omdat dit gewoon ook echt wel een van mijn favoriete lipsticks zijn. Dat is deze. Dus echt hele fantastische hooggepigmenteerde kleuren inderdaad. Ik kan je ze zeker aanraden. Ze hebben best wel veel kleuren. Dus ik denk dat er voor iedereen wel een kleurtje bij zit waarvan je denkt, nou dat past bijvoorbeeld wel bij mij. Dus echt hele mooie kleuren. Alleen het probleem is, nu krijg ik ze niet meer van mijn hand op. Dus ik zal eventjes dit even gaan wassen. Want anders zit er helemaal onder. Maar ja, ze zijn dus echt goed longlasting zoals je kunt zien. Dan ben ik aanbeland bij het laatste product. En dat is een oogschaduwpalette van iHeartRevolution. Dat is namelijk het Galactic palette. En dat is deze. En deze heeft dit soort kleuren erin zitten. Ik vind het echt een heel erg mooi palette. Dit is weer zo'n chocolate palette, maar kijk die kleuren eens. Daar word je toch blij van. Ja, tenminste, ik word hier heel erg blij van. Er zitten 18 kleurtjes in. Van zowel matte als shiny kleurtjes. Dat is echt heel erg leuk. Er zit een grote spiegel aan de binnenkant. En dit zijn dan de kleuren. Ja, ze zijn echt heel erg mooi gepigmenteerd. Namen staan eronder, wat heel erg leuk is. Dus dat vind ik wel echt super tof. Ik ga natuurlijk een paar kleurtjes voor je oppakken. Het moeten wel kleurtjes zijn die je aanspreken. Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat je denkt van nou weet je, ik vind het bijvoorbeeld helemaal niks. Dat kan ook. Ik ga even kijken hoe ik dit een beetje... Het ziet er nu heel raar uit. Ik heb er hier eventjes een paar geswatcht. Zodat je een beetje kunt zien wat de kleuren zijn. Misschien denk je nu bij het eerste gezicht bij dit pigment. Nou, ik vind het niet eens zo heel veelbelovend. Maar zodra je het opbouwt, wordt hij alleen maar intenser.
paletten ruikt ze lekker echt naar chocola. Het zijn echt wel hele mooie kleuren waar je echt hele mooie looks mee kunt maken. Maar net wat ik zeg, het zijn misschien wat gewaagdere kleuren waar je van moet houden. Maar ik vind het echt wel een heel erg mooi palet. En ik ben er echt heel erg blij mee. Want ja, ik hou echt van deze paletten. En ik heb eigenlijk bij al deze paletten vind ik het pigment gewoon echt fantastisch. Dus ik ben heel erg blij met dit paletten. Ik weet eigenlijk niet of die nog verkrijgbaar is. Want ze wisselen nog wel eens van assortiment. Maar ja, mocht je er benieuwd naar zijn en je zou hem tegenkomen, zou ik zeker zeggen van ja, schaf hem aan, want hij is echt wel heel erg mooi. Maar het moeten wel het type kleuren zijn waar je van moet houden. Dan waren dit alle producten van de maand juni die ik dus fijn vond. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Ik vind het ook heel fijn dat ik ze nu lekker in mijn stash kan gaan toevoegen en dat ik ze dan ook weer vaak kan gaan pakken. De nieuwe producten van juli liggen ook alweer te wachten, dus die kunnen mooi weer in het mandje. Ik heb net even goed gepoetst op mijn hand, maar je ziet nog steeds dat hij rood is. Dus ik hoop dat hij vanavond met douchen, dat het eraf gaat. Maar dat komt vast goed. Maar zo zie je dus eigenlijk hoe goed het pigment is. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste product vond uit deze video. Of dat er überhaupt een product bij zat wat je aansprak. Misschien denk je wel van, nou, ik zou dit op dit product nog wel willen proberen. De producten van de Golden Glow Cold zijn helaas niet meer te koop. Of je moet ze nog kunnen tegenkomen in uitverkoopbakken. Maar dit was dus weer een trendeditie. En ik heb er wel eens over nagedacht, moet ik die producten wel laten zien? Maar ja, weet je, ik wil dan toch eerlijk zijn. Omdat ik ze fijn vond, laat ik ze wel zien. Maar meestal zijn ze al niet meer te koop. Dus dat is wel een beetje jammer. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan er op het rondje met mijn gezichten drukken of op mijn kanaal zelf. Daarnaast staat ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding van zodra er een video van mij online komt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. Voor nu, bedankt voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!